Mogen jullie ook zonder blauw licht te hard rijden? Train je ook achtervolgingen? Voel je je wel eens onveilig tijdens een les met een leerling? Hoi, mijn naam is Jordi en ik ben rijinstructeur bij de politie. En ik doe mee aan Vragen voor je Tour. Hoe ziet een rijles er precies uit? Eigenlijk zou ik van rijles niet willen spreken. Het is meer rijinstructie en wij geven politierijvaardigheid trainingen. Het rijden met optische licht- en geluidssignalen. Het rijden met stille vrijstellingen, dus waarbij we wel door rood gaan, maar zonder dat wij daar geluid of licht bij voeren. We trainen een stukje met het autosnelwegrijden, het keren, het inhalen en anticiperend rijden. Welke verschillende rijlessen geef je allemaal? En naast een herkenbaar politievoertuig train ik ook collega's die onopvallende diensten doen, dus een niet herkenbaar politievoertuig. Daar ga ik niet te diep op in. Voor de herkenbare voertuigen geldt dat ik onder andere train de mobiele eenheid, de bewakingseenheid met gepantserde voertuigen, maar bijvoorbeeld ook team arrestantentaken of forensische opsporing. Hoe hard rijden jullie tijdens een training? Nou, in de basis rijden de collega's op straat gewoon maximaal plus 40, tenzij ze daarvan mogen afwijken voor een bepaalde situatie. Nou, voor die situaties trainen wij en daarom rijden wij in onze training soms wel tot meer dan 200 km per uur. Mogen jullie ook zonder blauw licht te hard rijden? Ja, dat mag. Als politie hebben wij vrijstelling van het RVV. Dat houdt in dat wij in principe gewoon boven de toegestaande snelheid mogen rijden, maar wij daar ander verkeer niet bij mogen hinderen. Train je ook achtervolgingen? Wij gaan natuurlijk als politie zelf nooit zoveel risico's nemen als dat een vluchtende bestuurder doet. Uiteraard hebben wij dit wel al een keer getraind om te kijken van wat kunnen we daar nou mee doen en wat kunnen we daarvan leren. Dus in de toekomst denk ik dat we dat vaker gaan doen. Aan welke verkeersregels hoeft de politie zich niet te houden tijdens een achtervolging? Als politie mogen wij afwijken van alle verkeersregels. Daarbij is wel één belangrijk gegeven, dat is artikel 5 van de Wegenverkeerswet. En dat is dat wij geen gevaar mogen veroorzaken voor andere weggebruikers. Als het gevaar te groot wordt, staken we zelf de achtervolging. Gebeuren er wel eens ongelukken tijdens een rijvaardigheidstraining? Meestal zijn het kleine schades. Echt grote klappers gebeuren niet vaak, maar ja, helaas. Die zijn wel eens gebeurd. Voel je je wel eens onveilig tijdens een les met een leerling? Ja, een leerling zou ik het niet willen noemen. Het zijn eigenlijk gewoon collega's van mij die al werkzaam zijn binnen de dagelijkse politiepraktijk. Maar ja, ondanks dat ze allemaal een rijopleiding hebben, kan het echt wel eens een keer gebeuren dat er een onveilige situatie gebeurt. En dat ik me daarbij ook onveilig voel. Wat is het grappigste dat je ooit tijdens een training hebt meegemaakt? Nou, het grappigste wat ik ooit heb meegemaakt is tijdens een training waarbij ik in een niet herkenbaar politievoertuig reed, door een rijdocent van een particuliere rijschool klemgereden werd omdat die van mening was dat de dingen die wij deden, dus door rood heen rijden, dat dat absoluut niet kon. Nou, allereerst allemaal bedankt voor het kijken naar deze editie. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Stel ze dan hieronder in de comments. En vergeet niet te subscriben voor meer.